Het OpenRLink multimedia systeem beschikt over tal van apps voor een zo persoonlijk mogelijke rijervaring. U kunt uw favoriete in-car apps gebruiken, deze configureren en nieuwe apps downloaden vanuit de Google Play Store. Ga naar de wereld toepassingen op het centrale scherm. Op de eerste twee rijen op dit scherm staan apps die in de fabriek in het OpenRLink multimedia systeem zijn geïnstalleerd. U ziet ook smartphone mirroring, apparaatbeheer voor uw verbonden telefoons en Google Play Store. De andere rijen zijn bedoeld voor apps die u hebt gedownload vanuit de Google Play Store. Deze zijn in alfabetische volgorde weergegeven. Tik gewoon op een pictogram om een app te openen. Als u op een app drukt en dan vasthoudt, kunt u deze app verwijderen. Details ervan weergeven, zoals het versienummer, of deze geforceerd uitschakelen. U kunt alleen apps verwijderen die zijn gedownload vanuit Google Play Store. Tik op dit pictogram voor toegang tot de Play Store. Google Play Store is de digitale mediawinkel voor uw auto. Deze bevat alle apps die zijn goedgekeurd voor gebruik in voertuigen. U kunt hier apps vinden en downloaden, net zoals u dat doet voor uw smartphone. U vindt Google in-car apps voor muziek, podcasts en audioboeken. U moet zijn ingelogd op uw Google-account om apps te kunnen downloaden. Als u niet ingelogd bent, tik dan hier en volg de aanwijzingen. Vervolgens kunt u de beschikbare apps doorlopen, er één uitkiezen en hier tikken om deze te installeren. Om te kunnen downloaden moet uw voertuig stilstaan. Na het downloaden verschijnt de app op de startpagina in de wereld toepassingen. U kunt alleen apps gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in voertuigen. Om een gedownloade app te gebruiken, moet u zijn verbonden met uw mobiele netwerk of moet verbinding delen op uw smartphone zijn ingeschakeld. U maakt dan gebruik van uw mobiele data, MB's, van uw telefoon. De instellingen voor uw apps zijn toegankelijk in het menu Instellingen. Selecteer Locatie en vervolgens Appmachtigingen voor het instellen van locatietoestemmingen voor de geïnstalleerde apps op het multimedia systeem. Vanuit het menu Apps en Meldingen kunt u informatie bekijken over uw apps en hun instellingen. Selecteer Alle apps weergeven. Alle apps die zijn gedownload naar het multimedia systeem zijn vermeld, samen met specifieke informatie, zoals de appnaam en de bestandsgrootte. Het menu Standaard apps geeft informatie over apps die standaard worden gebruikt op de startpagina en in het navigatiesysteem en de telefoonfunctie. In het menu Appmachtigingen kunt u voor apps toegangsmachtigingen instellen naar domeinen, zoals contacten of agenda. Verder kunt u in het menu Specifieke toegangsrechten toegekend aan apps de aan apps toegewezen toegangsmachtigingen beheren voor het wijzigen van systeeminstellingen, toegang tot meldingen, info over tekstberichten en voor het instellen van de wifi-verbinding. Om veiligheidsredenen hoort u deze instellingen alleen te wijzigen wanneer het voertuig stilstaat.